Ik bouwde een brug uit niemands land over niets. En ik vroeg me af, is er iets daar aan de andere kant? Ik bouwde een brug uit de mist over duisternis, in de hoop dat er licht was aan de andere kant. Ik bouwde een brug uit wanhoop over vergetelheid en wist dat er hoop was aan de andere kant. Ik bouwde een brug. Uit de hel en over chaos. Ik wist er zeker dat er kracht was aan de andere kant. Ik bouwde een brug uit de hel over doodzangs. Maar het was een goede brug, een sterke brug. Een brug die ik gebouwd had met slechts mijn handen als gereedschap, mijn koppigheid als steun, mijn geloof als overspanning en mijn bloed als klinknagels. Dit is een gedicht van de 27-jarige Jim. En Jim heeft Asperger en hij heeft dit gedicht geschreven toen hij werd onderzocht door de onderzoekers Laura Cesaroni en Malcolm Gaber in 1991. En hij vertelt bij dit gedicht dat in tegenspraak wat vaak gedacht wordt, dat mensen met autisme een enorme hoeveelheid energie steken in het proberen te... Te verbinden, contact te leggen met anderen. Terwijl die inspanning van de andere partij vaak veel minder is. Goedemiddag, ik ben Gijs Horvers en ik wil vandaag iets met jullie uh, gaan delen over het maken van contact. Want zolang ik me kan herinneren heb ik behoefte aan het maken van contact. Echter, contact maken gaat bij mij niet vanzelf. Het kost bijzonder veel denkwerk en daardoor is mijn moment of fame vaak voorbij. Um, ik ben inmiddels 34 jaar. Even een kort voorstel, een rondje. Um, in 1978 ben ik in een mooi klein Brabants dorpje geboren. Voor de insiders, het was geen maaskantje. Um, ik ben als, um, als jongen opgegroeid in dat dorpje en woon nu sinds uh, 12 jaar in Enschede. Terug naar het maken van contact. Ik denk dat veel mensen die hier zitten zich herkennen in de behoefte en het maken van contact. Um, Mensen met autisme, die zullen ongetwijfeld die hoeveelheid denkwerk herkennen. En de, ook de behoeften, hoewel ieder op zijn eigen manier. Maar ook familie, hulpverleners, broertjes, zusjes, eh, opa's, oma's zullen dat herkennen. Terug naar mijn wereldje. Toen ik eh, een kind was. leefde ik in mijn eigen wereldje, ik was gelukkig met het nabouwen van optochten. Eh, musea's en andere dingen uit de, de echte wereld. Um, ik speelde liever in mijn eentje op mijn kamer dan buiten met andere kinderen. Achteraf terugkijkend miste ik het vermogen om mezelf af te stemmen op de uh, wereld waarin ik leefde. Ik kon dit prachtig verbloemen met heel veel fantasie en um, feitelijke kennis. Toen ik naar de middelbare school ging, kwam ik vanuit dat mooie kleine dorpje in een grote stad terecht met allerlei nieuwe ervaringen en dingen. En ik werd er dan ook bijna dagelijks gepest en moest rennen uit school om veilig thuis te komen. In een ultieme de poging dit te uiten en contact te maken met de wereld om me heen, ging ik gedichten schrijven. Toen ik 14 was schreef ik ongeveer het gedicht Morgen ga ik springen voor de trein. Werd dat jullie allemaal zingen? Papa, mama, broertje en ook jij, want wie is er nu blij met mij? Dit Miste ook zijn doel. Want ik kon me nauwelijks voorstellen dat iets wat voor mij een taalgrapje was, voor anderen zoveel verdriet en vragen met zich meebracht. Nog steeds heb ik heel erg veel moeite om op passende wijze uiting te geven aan, aan diepe emoties. Toen ik 16 was, mat ik me deze mooie hanekam aan die je daar ziet. <tossimus> <tossimus> en um, zoals mensen dat dan noemden, ik was een alto. En uh, ik werd in, uh, in bussen geweigerd op een gegeven moment. En zeiden ze, "Ja, het is geen carnaval, ga maar lopen. Het resultaat was dat ik uh, vluchten in uh, middelen gebruik. Cannabis, alcohol, medicatie, combinatie van beide. In de hoop dat dit mijn geest enigszins zou verruimen. En uh, ook te vluchten, maar ook in het beter maken van contacten om me af te stemmen op de wereld waarin ik leefde. Ik werd wel opener, maar wist nog niet met welke intensiteit ik dingen moest uiten. Het miste uiteindelijk volledig zijn doel, want ik werd steeds vreemder. En uiteindelijk zelfs vooral heel erg bang. Na mijn afstuderen aan de kunstacademie um, viel het laatste beetje structuur dat ik had viel ook nog weg. En kort daarna ook mijn relatie. De tien jaar daarna die werden gekenmerkt door heftige relaties en vooral wederzijds onbegrip. Ik was qua werk gezien afwisselend ZZP'er in webdesign en anderzijds groenteman, productiemedewerker, vakkenvuller. Um, telkens viel ik weer hele periodes uit en bracht zelfs een aantal, malen, aantal maanden in een instelling door. Maar deze periodes waren vooral gekenmerkt door eenzaamheid. Niet dat ik feitelijk alleen was, maar ik voelde me alleen. Bijna altijd. Op mijn dertigste, nadat ik volledig clean was, want dat was een voorwaarde dat ik getest zou worden, eh, kreeg ik de diagnose Asperger. Dat eh, bracht voor mij veel meer helderheid dan de diagnose ADHD met. Borderline trekken die snel gesteld was door een psychiater op mijn achttiende. En waar ik verder nooit meer contact mee had gehad. Die, uh, maar die helderheid die bracht mij uiteindelijk alleen een verklaring waarom bijvoorbeeld dingen als contact maken niet zo goed gingen. En volgens, volgens deze verklaring had ik weinig mogelijkheden en vaardigheden om contact te maken. Zelfs tijdens mijn recente SPW-studie stond in mijn lesboeken dat uh, mensen met autisme geen behoefte hebben aan contact. Ik heb er echter voor gekozen, mezelf daar niet bij neer te leggen, bij dit beeld. En ook het beeld dat er in de maatschappij het reen mijn beeld dat er heerst over autisme. Ik ben niet proud to be out, maar ik ben gewoon gijs. Ik heb ervoor gekozen: me niet in negativiteit en de negativiteit van het begrip. Stoornis te gaan neerleggen, maar iets te gaan doen. Ik heb ervoor gekozen om mijn eigen regie te nemen en zelf keuzes te maken, hoe moeilijk dat ook is. Uh, maar het begint met een keuze, zoals ik besloten heb om vandaag hier te staan en met u en met u contact te maken en ook op het standje waar ik sta op mensen af te stappen en in gesprek te gaan. Ik heb ervoor gekozen om mijn houding. Uh, mijn looks en um, af te stemmen om contact te maken. Contact te maken met jullie, met mensen. Door mijn autisme ben ik heel erg gevoelig voor verandering. Ik zie, ik ruik, ik proef en ik hoor en ik voel minuscule verschillen. En ik heb mezelf getraind om dit in te zetten als een talent en heel goed kijken naar deze veranderingen. Ik heb heel nauw leren kijken naar de wereld die ik niet begreep. Zodat ik mee kan gaan uiteindelijk met deze verandering als ik contact wil, en zodat ik me af kan stemmen in houding, kleding, taal, uh, stem en soms zelfs een ander jasje aan kan trekken. Ik heb ondervonden dat ik eigenlijk helemaal niet kan weten wat een ander denkt, want dan zou ik het invullen. Ik kan wel vragen stellen, want de vraag stuurt immers het antwoord. En altijd doorvragen, doorvragen, doorvragen. Ik ben jarenlang gewend geweest dat andere keuzes voor mij maakten. Omdat ik dacht dat die anderen het wel wisten. Tot het moment dat ik in drie vragen een hulpverlener uit kon lullen. Die zei, ik weet wat goed voor jou is. Nou, hoe weet je dat dan, vroeg ik. Nou, dat heb ik gehoord. Zo, van wie heb jij dat dan gehoord? Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Oh, maar hoe weet je dan wat goed voor mij is? En toen was het stil. Dit alles heb ik echt wel kunnen leren in veiligheid. Dat ik zie als een beeld van een grazige weide, waar ik kan leren samen met mijn partner, met goede vrienden. En alleen als ik daar ben, in die rustige fase, in die groene weide, dan kan ik leren. En ik heb daar geleerd door anderen die naar mij kijken en door naar mezelf te kijken, uh, hoe mijn lichaam reageert op verandering, stress en op onzekerheid. Je ziet het ook op de foto, mijn vuisten uh, ballen. Um, mijn stem zou dan harder worden en um, ik beweeg meer. En mijn spieren, zie je daar ook, die spannen zich meer aan in mijn gezicht. Ik krijg vlekjes in mijn nek. Ik heb hierdoor geleerd de overprikkeling soms een stap voor te zijn, zodat ik niet altijd in het ultieme knallen vlucht, vecht of verstijf. En dan zeggen mensen soms tegen mij: Gijs, je kunt mooi vertellen, maar. Echter, in mijn persoonlijke relaties kom ik er nog vaak niet uit. Ik kan woorden niet vinden omdat een gevoel te intens is. En mijn eigen wereldje, zoals u daar ziet, dat bestaat nog steeds: mijn laptop, mijn iPhone, mijn filmpjes van de Rolling Stones en al mijn bestanden. Ik ken veel mensen, maar ik heb weinig echte vrienden. En elke avond. Uh, Neem ik medicatie en ik heb hier in mijn zak altijd noodmedicatie. Ook vlucht ik nog vaak. Ik maak niks meer kapot zoals vroeger, maar ik heb al wel drie keer per jaar, drie keer dit jaar mijn werk opgezegd. In totale overprikkeling. Er zijn vriendschappen, veel vriendschappen helaas gesneuveld door dit. Maar gelukkig is er ook begrip. En ik maak de keuze om contact te maken. En dat allemaal met, met vallen en met opstaan. En ik dwing mezelf positief te kijken naar deze wereld. Naar mijn wereld die autisme heet. En dit, dat wil ik voortleven als trainer van Auticom. Als organisator van de netwerkborrel iets drinken. Die ik samen met God die je daar ziet, uh, organiseer voor en door mensen met autisme. En deze boodschap wil ik graag meegeven aan ieder hier persoonlijk. Dat iedereen kan leren. Het is wel hard werken aan persoonlijke ontwikkeling. En het gaat niet vanzelf. En het gaat soms in hele kleine stapjes. Maar het kan. En ik hoop dat ik jullie vandaag een stukje van die positiviteit en hoop mag meegeven. Tot slot terug naar het gedicht van Jim. Want ik heb het einde nog niet voorgelezen. Jim is echt mijn, mijn held, want ik lees zijn woorden echt heel graag. Maar het einde van het gedicht heeft iets heel erg triest. Ik bouwde een brug, ik stak over en er stond niemand op mij te wachten aan de andere kant. Contact maken is essentieel voor een gelijkwaardige plaats in deze maatschappij. En het is mijn vraag, wie zet de eerste stap?